Nou, deze en de volgende video's gaan over bespreking van opgaven over onder warmte materie voor HAVO, natuurkunde bovenbouw. Goed, eerste paragraaf gaat over warmte en temperatuur en over het molecuulmodel en dat soort zaken. Goed, opgave 1. Een alcoholthermometer hangt in een kamer. Ramen en deuren zijn dicht. Overdag heeft de thermometer 21 graden Celsius aan. En in de nacht erna 10 graden Celsius, je vergelijkt beide situaties met elkaar. Geef aan of de volgende uitspraken natuurkundig gezien goed of fout zijn en verbeter de foutuitspraken, zodat ze natuurlijk gezien wel kloppen. Er is koude water in de kamer binnengekomen. Nee, dat is niet goed. Er kan alleen maar warmte uitgaan en geen koude binnenkomen. Je hebt geen koude energie, je hebt alleen maar warmte energie. B. De moleculen in de lucht bewegen overdag langzamer dan 's nachts. Dat is fout. De temperatuur overdag is hoger dan de temperatuur 's nachts. Dus bewegen de moleculen ook sneller overdag dan 's nachts. C. De gemiddelde ruimte tussen de alcoholmoleculen is 's nachts kleiner. Dat is wel juist. Hè? Want lagere temperatuur, dan zitten de moleculen dichter bij elkaar. En dat is 's nachts zo. De thermometer heeft warmte afgestaan. Ja, dat is goed. Dat is temperatuur, dat is goed. De temperatuur is inderdaad warmte afgestaan. De gemiddelde afstand tussen de moleculen in de lucht is 's nachts kleiner. Dat is niet zo in een afgesloten ruimte. Een gas dat afgesloten is in een ruimte waar het volume even groot blijft, dan zal de gemiddelde afstand tussen de moleculen hetzelfde blijven. Ja. In de lucht, bij B was het niet zo, want de lucht is niet afgesloten. Het is niet een vaste hoeveelheid volume. Oké. Bereken de volgende temperaturen om, van graden Celsius naar Kelvin en van Kelvin naar graden Celsius. Altijd makkelijk, als je van Kelvin naar graden Celsius gaat, dan moet er 273 af. En als je van Celsius naar Kelvin gaat, dan moet er 273 bij. Nou, dat zie je in deze sommetjes gebeuren. Van 25 graden Celsius plus 273 is 298 Kelvin. Min 4 graden Celsius plus 273 is 261 Kelvin. 4 Kelvin min 273 is min 269 graden Celsius. En 293 Kelvin min 273 is 20 graden Celsius. Hier staat dat ook op uitgerekend. Dan 3. Leonie doet na de gymles wat deodorant op. Leg uit met het molecuulmodel dat je na een tijdje de deodorant ook ruikt. Ja, de deodorant is vloeibaar, die verdampt, dus wordt gasvormig. Gasvormige moleculen van de stof in gasvorm kunnen vrij overal heen bewegen. Dus die gaan alle kanten ook, dus die breken jou na een tijdje ook. En die kun je ruiken. 4. De temperatuur van de stof daalt. Aanleg uit wat er gebeurt met de gemiddelde kinetische energie van die stof. Nou, als de temperatuur daalt, gaan de moleculen minder snel bewegen. En minder snelle beweging is minder kinetische energie. Leg het uit met een molecuulmodel. Hij zei dat wel. Als de temperatuur daalt, de snelheid van de moleculen. En dat kan zelfs zo ver gaan dat de moleculen helemaal niet bewegen. Dat is dan het absolute nulpunt. Dat is min 0 Kelvin, of dan min 273 graden Celsius. Lage temperatuur niet nodig, want langzamer bewegen dan stilstand. Dat gaat niet. Gaan we naar opgave 5. Bij bruggen en viaducten over autowegen zie je vaak spleten en rollen, zoals in figuur 5.5. Die zullen we even toevoegen. Die toevoegen, want die zit hier bij de voorgaande pagina. Ik zal het laten zien. Dat is hem. Hier is de brug, hier heb je rollen, daar en hier heb je een tussenruimte. Oké, worden bij de spleten bij A smaller of breder als de temperatuur stijgt? Nou, als de temperatuur stijgt, dan worden de afstand tussen de deeltjes in het wegdek die worden groter. Dat betekent dus dat de spleten smaller worden. Ja, als de wegdek uitzet, dan de tussenruimte wordt dan kleiner. Waarom is het wegdek niet aan de pijlers vast? Ja, het is juist de bedoeling dat het wegdek over die rollers heen kan bewegen als die uitzet. Zou die vastzitten, dan zou het af kunnen breken. De rol bij de linkerpijler ligt in het midden, terwijl die aan de rechterpijler een stuk meer naar links ligt. Leg uit waarom dat die
loopt ben je niet in het midden ligt, maar meer naar links. Even terug. En je zit hier vast die brug en hier zit die los. Dus als je gaat uitzetten, dit is maar een klein stukje, dus dan zal de uitzetting ook niet zo heel ver zijn. Dus oké, het is niet zo erg als je midden, want dan komt hij komt toch niet tot aan de rand. Maar hier is het verder. Dit hele stuk gaat natuurlijk uitzetten. Dus dat is meer dan dat hier is. Dus dan moet je wel oppassen dat deze goed aan de linkerkant ligt. Want die gaat echt een heel stukje verschuiven. Je moet oppassen dat het niet over de rand heen gaat. Het heeft dus te maken met dat dit stuk veel groter is dan dat stuk. En dus ook meer zal uitzetten. 6. Je gebruikt kringverbindingen om een as en een wiel stevig met elkaar te verbinden. De bijkamertemperatuur past de as niet in het gat van de wiel. Zie figuur 5a. Dus dit past niet. Oké, koel je de as af tot een temperatuur van min 80, dan gaat de as er wel in. Zie figuur 5b. Je ziet het zo krompen. Het is natuurlijk lekker overdreven getekend, maar dan zie je dat hij niet wel past. Is de as weer op kamertemperatuur, dan zit hij dus stevig vast in het wiel. Ja, want dan gaat hij weer uitzetten. Goed, in figuur 5-6b is de as smaller dan in figuur 5-6a. Wordt het duidelijk, dit is sterk overdreven gegeven. Ja, precies. Leg uit waarom dat de as bij een temperatuur van min 80 graden smaller is dan bij kamertemperatuur. Nou, in lage temperatuur bewegen de moleculen veel minder. Dus dan wordt hun afstand wordt kleiner, want hun aantrekkingskracht die wordt niet minder. Dus ze gaan elkaar aantrekken, dus ze gaan elkaar bewegen. Alleen door energie toe te voegen gaan ze weer sneller bewegen, gaan ze weer uit elkaar. Maar hier wordt de temperatuur dus juist lager, dus wordt energie uitgetrokken, dus gaan ze dichter naar elkaar toe. Dat is wat asmal. En waarom kun je deze methode niet op elke plaats in de wereld toepassen? Is dat dan bij een lage temperatuur, is het gas in het wiel ook kleiner, heeft het gas al een lage temperatuur, dan krimpt de as bij het afkoelen van het wiel en past minder goed in het gat van het wiel. Volgens mij is dat niet echt een antwoord op de vraag. Wat ik denk dat ze bedoelen is dat er misschien plaatsen in de wereld zijn waar temperaturen sterk verschillen en van hoog naar laag. En dat je dan misschien, dat als deze meer uitzet bij temperatuurstijging dan deze bijvoorbeeld, dat die dan stuk gaat. Dat zou kunnen. Ik denk dat dit alleen maar toepasbaar is in landen waar de temperatuurverschillen niet al te groot zijn. Ik denk dat ze dat bedoelen. Goed. Je vangt een bekerglas met 1,0 liter water. Neem aan dat er geen water verdampt. Leg uit of de massa van het water toeneemt, afneemt of gelijk blijft. Als er geen water verdampt, dan blijft het aantal moleculen hetzelfde. Dus ook de massa blijft hetzelfde. Leg uit of het volume van het water toeneemt, afneemt of gelijk blijft. Als de temperatuur stijgt, dan zet het water in de regel uit. Dus neemt het volume toe. Leg uit of de dichtheid dan toeneemt of gelijk. Ja, als het volume uitneemt, dan neemt de dichtheid dus af. Oké, dat was paragraaf 1. De volgende filmpjes bij andere dwalen.